Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal. In Europa heb je echt alle landen eigenlijk. Maar dan ver daarbuiten ook. In Brisbane en Sydney. India in het zuiden. Ja, in het noorden ook. Canada en Amerika. Singapore, Beijing. Brazilië en Lima. Onze faculteit is eigenlijk bekend van de universiteit om een faculteit te zijn met heel erg veel Erasmus-bestemming. Ging het wel met stokjes eten eigenlijk? Ja, niet zo goed is. Niet zo heel erg goed. Ik dacht, als ik op Erasmus ga, ik ga liefst ver. Iets exotisch, iets dat ik niet ken. En zo ben ik uiteindelijk in Singapore, in Azië, beland. Ik wou dus eigenlijk het Amerikaanse vasteland verkennen. Ik heb ook voor Wharton gekozen. Dat is een Amerikaanse top business school. Dat is wel een impressionante universiteit, deze Wharton. Maar dat is echt zo groot als dat ze... Ten eerste ben je naar het buitenland geweest. Heb je in een internationale omgeving samengewerkt. Dat appreciëren bedrijven. Maar je hebt vooral meegedraaid in een ander systeem, op een andere manier dan ik hier gezien. En dat kan later alleen maar een asset zijn. Ze weten ook dat in zo'n business school het al veel praktijkgerichter is. Maar dat we terzelfdertijd ook meer die theoretische, algemene achtergrond van de KU Leuven hebben. Dus ik denk dat die combo van die twee eigenlijk zeer sterk is voor ons. Dus als je ooit op de arbeidsmarkt komt of komt in een bedrijf en die doen business met China of met andere delen van Zuidoost-Azië, dan heb je dat al eens meegemaakt. Je weet hoe dat is om met een Aziat aan tafel te zitten. Dat verlegt eigenlijk ook je grenzen, dus je leert ook zelfstandig zijn. Dat zijn contacten voor het leven. Dat is een echte aanvulling en bedrijven weten dat ook.